Ik zelf voel me nooit aangesproken door wat er in de media gezegd wordt over kickboksen. Ik ben een professionele atleet en ik voel me daar niet door aangesproken. Wereldkampioen, 6 verschillende gewichtsklasses, bezig in drie disciplines, kickboksen. Ik heb ook een paar profboxwedstrijden gevochten. Dan doe ik ook aan MMA, Mixed Martial Arts, oftewel in Nederland wordt het ook wel Free Fighter genoemd. Het is iets wat me altijd wel aansprak, vechtsport en de uitdaging. Weet je, uitdaging dat van kleins af aan is dat iets dat me altijd getriggerd heeft. Had ik heel erg heimwee naar Nederland, omdat je bent daar opgegroeid, je kent alles daar. Ik ken Nederland als mijn broekzak, Amsterdam. Ja, het was moeilijk in het begin, maar nu ik helemaal geacclimatiseerd ben, zie ik mezelf niet zo 1, 2, 3 teruggaan. Hoe gek het ook klinkt, af en toe mis ik een winterdag, een lekkere koude winterdag, mis ik toch wel af en toe. I love it, Tyrone. You're getting all fired up again. Your brows all furrowed. You're like, wait a minute, what's up? Ja, ik ben hier toch een aantal keer op televisie geweest. Ook buiten mijn wedstrijden, tv-programma's, reality shows. Dus ik word wel herkend. En mensen die met je op de foto gaan en fans die handtekeningen willen enzovoort. Maar dat stoort me niet zozeer. Dat hoort erbij en ik vind het juist leuk. Vogels en honden, dat is mijn grootste passie. Surinaamse zangvogels, ik broed ze zelf. Ik hou van beesten, dat is geen geheim. En we hebben paarden hier en ik heb een aantal honden ook. Ik wil een beetje, ja, een soort van recreatie, privé kinderboerderij, slash iets om je terug te trekken. Let me get him. Get back. Hij zorgt voor die beesten hier. Hij is een vriend van mij en Jimmy traint ook, zie je? Hey Jimmy, you're still in shape. I'm telling them you work out. Yeah, I'm 60 years old. 60, look at that. No jokes. Hey, yeah, when I was young, I used to be like you, that'll kick butt. Bah! My man. I done got old now. Nah, as a kwai jongen. Heb ik ooit een streek uitgehaald en toen moest ik naar de boerderij toe om te helpen. Alternatieve straf. En was ik heel jong en ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. En boer Floor, dat was, als ik er nu een beetje aan terugdenk, dat was toen de tijd eigenlijk een soort mentor. Niet alleen voor mij, maar voor een hele hoop jongeren in de Bijlmer. Ik zag daar mensen paardrijden en ik wou dat ook. Maar dat mocht niet. Of ja, het mocht wel, maar je moest er eerst voor werken.
En dat betekende dat je de stallen moest schoonmaken, uitmesten. Dingen op de boerderij moest opknappen voordat je dan paard mocht rijden van hem. En dat deed ik dan en uiteindelijk ja, was ik zo'n goede, om het maar te zeggen, cowboy, ruiter. Dat ik paarden voor hem inreed en dat ik jonge paarden voor hem brak eigenlijk. Zo is het gegaan dat ik met paarden in aanraking ben gekomen. Yay! Beginnersgeluk! Pas op met de op. Aan de bovenkant, ik weet het. Ah, ik heb Indiaans bloed. Wie weet verklaart dat een heleboel. Mijn liefde voor de natuur, voor beesten, voor paarden. Wie weet verklaart dat een hele hoop. Het verschil voor mij en Tyrone hier vergelijken met Nederland is dat je hier gewoon ten eerste je wordt gewaardeerd op wat je doet. Je krijgt ook betaald naar de kwaliteiten en wat je brengt. Het gaat allemaal om presteren. Dus wij doen het gewoon heel goed hier. Zoals mij als trainer zijn, ik heb gewoon een salaris. Ik werk voor een groep mensen. En buiten dat heb ik ook heel veel kansen om met andere mensen te werken. Maar sowieso de sport hier wordt gewoon beter gewaardeerd. Het raar is met Tyrone dat hij eigenlijk goed is in alles. En dat is soms moeilijk en gevaarlijk, omdat je dan geen keuzes maakt. Tyrone heeft al laten zien dat hij kickboksen misschien wel de beste of een van de beste is aller tijden, denk ik. Qua stijl, qua vechten. Dan gaat hij boksen en dan spart hij met de beste mensen en die hebben het gewoon moeilijk. Of hij slaat ze gewoon in elkaar. Dus dan is het heel moeilijk om een keuze te maken tussen of je gaat boksen of kickboksen. En op MMA-gebied, wij willen hem allemaal graag in de UFC zien. Omdat ik ben bijna elke twee weken bij zo'n show en ik denk gewoon... Tyrone met zijn fysieke kracht en zijn thaibox-achtergrond en zijn handen en alles gaat het gewoon heel goed doen. Bartlett needs to clinch. It is that Bartlett is a southpaw. Oh, the straight right! Tyrone Spawn with a straight right. As Mazzagatti says, that is it! He thought about the head guy. He's not used to this. Geluk gehad dat ik hier in deze buurt meteen ben terechtgekomen en de keuze heb gemaakt. De school is 2 minuten rijden voor mij. Het is een hele goede school, het is een A-plus school. En de oudste, mijn dochter, die doet het heel goed op school. Allemaal trouwens, maar zij doet het extreem goed. Ze zit nu in een gifted program. Ze hebben test gedaan met de psycholoog en alles. Hoe het komt dat ze zo denkt. Dus ze krijgt nu al van high school huiswerk en testen. En dat doet ze zonder probleem. She's an A-plus student. Ze kan een scholarship. Die wordt dan door de staat betaald. Weet je, als ze zo blijft presteren, betaal ik de school niet meer. When you come into a new country, you know now. You have to make sure you succeed. You have to make sure you survive, not only for yourself, but for your family. We have a really good working relationship. Like, you know, he's my coach when I fight. So we know how to, you know, wear different hats in our relationship. You know what I'm saying? Ik zelf voel me nooit aangesproken door wat er in de media gezegd wordt over kickboksen. Ik schat het Nederlands volk slimmer in dan iedereen over één kam te scheren, weet je. Ik bedoel... Badr is Badr, dat is zijn eigen persoon. Kan een geweldige atleet zijn en maakt privé misschien verkeerde keuzes. En ik bedoel, iemand die bij de FC Knudden speelt, een voetballer, dan zie je ook niet staan, voetballer heeft zo en zo iets gedaan. Snap je? Ik bedoel, dat zie je niet in de kranten staan.
Maar de stap om dan meteen te zeggen, ja, het was een kickbokser. Ik voel me niet aangesproken. Ik ben een prof. Ik ben een professionele atleet. En ik voel me daar niet door aangesproken. Natuurlijk heel fijn om te zien dat hij de beslissing heeft genomen om met zijn gezin hier naartoe te komen. Eerst was het gewoon van hij gaat naar de sportschool en later was het van mama ik ga professioneel worden. En toen had ik zoiets van jongen ga dan verder studeren. Hè. Maar ja, hij zegt nee, ik wil ja, professioneel kickboksen worden. En toen dacht ik, ja, als daar zijn hart ligt, dan mag ik hem niet tegenhouden.